zo leuk vind in de keuken is het werken met je collega's, een keer kunnen lachen en nog iets moois op bord brengen voor de mensen. Mijn droom is echt wel om oftewel een restaurant te doen, oftewel graag cocktailbar. Later zou ik eerst in een restaurant gaan werken om ervaring op te doen. Maar uiteindelijk zou ik graag mijn eigen traiteurzaak beginnen of eventueel een bed and breakfast. Het is een goede opleiding voor mensen die graag met hun handen werken. Hier zou het gewoon echt heel goed kunnen doorduwen, want hier is een heel grote keuken. Dus we zijn altijd bezig met van alles. TSO-richting, laat ons zeggen, kan je alle departementen om. Terecht in een hotel, betreft de BSO-leerlingen, zijn de leerlingen die meestal zelfstandig worden, of die in een grootkeuken gaan werken, of die als chef functioneren in een restaurant. Ik doe het graag en ik ga ervoor. Ik ga het meeste voldoening uit de tevredenheid van de klanten en ja, dat de mensen gelukkig zijn als ze buiten gaan. Er staan heel mooie dingen tegenover. Wanneer dan een gast goed gegeten heeft, lacht, dankt u voor al hetgeen wat je gedaan hebt. Is het mooiste wat er is op deze wereld. Het is een enorm gevarieerd beroep. De essentie van een beroep is eigenlijk dat je klantvriendelijk bent. Stage is heel belangrijk voor mij en ik denk ook niet alleen voor mij. Op school leer je een basis, maar op een stage zie je dat meer uitgewerkt, moderner. En dat is wel tof aan een stageplaats. Vanaf het vijfde jaar organiseren wij stages. Die zorgen ervoor dat zij de ervaring die ze opgedaan hebben, het leren dat zij op school hebben gedaan, dat ze dat kunnen toepassen. Het economische stuk wordt ook projectmatig aangeleerd. Een ideale middel daarvoor is bijvoorbeeld het studentenbedrijf. Dat leerlingen zelfstandig moeten leren een eigen restaurant runnen. Het is plezant, sociaal. Het is onder de mensen komen, je leert veel bij. Wat ik zo fijn vind aan mijn beroep is de kameraadschap ook. Het werken, ik werk heel graag ook in het weekend. En daarachter met samen een pintje gaan drinken. Dat is voor mij tof aan het beroep.